Robert de Ruiter kondigde aan nog zoekende te zijn wat zijn ideale elftal is. Dat is ook wel te zien aan zijn basisopstelling. Want ten opzichte van vorige week 4 andere basisspelers. Het hadden er eigenlijk 5 moeten zijn, maar Adouche haakte geblesseerd af in de warming-up. Klooster, Stevens, Buijmer en Siali starten vanaf het begin. En het was vorige week tegen VVOG nog niet het geval. Hoek met de allereerste gevaarlijke mogelijkheid van deze wedstrijd voor die ploeg. En het is gelijk een doelpunt. Na een kwartier voetballen Constantia. En hij is er helemaal zelf verantwoordelijk voor. Legt de bal hier niet af. Schudt de verdediger van zich af. En kan dan vanaf randje 16 binnenschieten. Cummins, de doelman van FC Lisse. Volgend seizoen nog de goalie van Cambuur heeft er geen antwoord op. En na een kwartier dus de achterstand voor Lisse. Dat hij uit weet te counteren via de Loor. Mogelijkheid voor FC Lisse en direct het doelpunt. En dan staat het 3 minuten na de 0-1 alweer gelijk. De Loor, vorig seizoen nog spelend van Katwijk. Doet dit heel erg goed, ontspeelt zijn tegenstander. En rondt dan koelbloedig af. Hoek dat de eerste 2 wedstrijden van het seizoen gewonnen heeft. Als Robert eruit de 1-1 niet wil, is na 3 speelronden 9 punten achter Hoek staan. Maar dan moet het wel even uit een ander vaartje gaan tappen. Want weer een paar minuten later opnieuw het doelpunt van Hoek. En wederom is het Constantia. Troeft hier van de zwet af in een 1-tegen-1 duel. En schiet dan fraai binnen. En deze Cummins heeft 2 schoten te verwerken gehad, maar heeft nog niet 1 bal gehad. Aan de andere kant Lisse met de kans, maar een eigen speler houdt dan de bal van de doellijn af. Dat is Buijmer. En in tweede instantie wordt deze bal hoog overgeschoten. Hoek dat hier op jacht kan gaan naar de 1-3. Maar goed verdedigd daar. En daardoor is de ruststand 1-2. Klooster is inmiddels uit de ploeg gegaan bij FC Lisse. Geblesseerd. Overgekomen van Trenchen, de ploeg die Feyenoord nog uitschakelde in de tweede voorronde van de Europa League dit seizoen. En aan het begin van de tweede helft krijgt Lisse hier de overtreding mee. En dan is het een strafschop. Want de overtreding is binnen de 16 gemaakt. En dan kan de jongen op de doellijn gaan staan. En dan ziet hij hoe hier de 2-2 binnen wordt geschoten. Door Oussama Siali. Hij stuurt de keeper de verkeerde hoek in. En dan staat het 2 minuten in de tweede helft alweer 2-2. En dat is dan een droomscenario voor Lisse als je weet dat je bij rust met 1-2 achter staat. Maar Hoek krijgt hier weer een goede kans. Als de keeper onder de bal doorgaat. Goed defensief werk. Robert de Ruiter, de trainer van Lisse, instrueert Rodi van de Putten. De spits van Lisse was gepasseerd ten faveur van Buijmer. Maar gaat het laatste half uur meedoen. En doet dat met een 2-2 stand. Want je wilde eigenlijk zeggen dat het hier 2-3 zou worden. Maar tot 2-maal toe gaat de bal er niet in. In eerste instantie de goede redding van de keeper. En daarna is het Van der Zwet op de doellijn die voorkomt dat Hoek uit Zeeland de derde van de middag weet aan te tekenen. Ait Afkir met de voorzet op Buijmer. En dan gaat hij erin. Met wat geluk, maar wat maakt het uit? Bas Buijmer, die dus in de spits staart in plaats van Rodi van de Putten, bekroont het vertrouwen met een hele belangrijke goal. Want hij maakt er een kwartier voor tijd 3-2 van voor Lisse. En dan moet Lisse nu toch gaan proberen om die overwinning over de streep te trekken. Maar dat scheelt niet veel hier. Of hij was erin gegaan van Leiden. Een slotoffensief van Hoek. Oh, dit is wel heel erg kort teruggespeeld. En dan Van der Zwet, die voor de tweede keer deze wedstrijd een bal van de doellijn haalt. Deze keer was het Doesburg. Inmiddels 7 minuten in de blessuretijd. Als Hoeker maar niet doorheen komt. En nu de uitbraak van Lisse met Ait Afkir naar Van der Putten. Van der Putten met de 3-1. Maar hij krijgt de nummer niet in. Zonde, zonde, zonde. Maar aan de andere kant, de scheidsrechter fluit direct af en de punten zijn binnen. De eerste overwinning van FC Lisse is een feit.